Fred Benson, genoten van je laatste wedstrijd voor PEC Zwolle? Ja, zeker weten. Ik moet zeggen dat ik was niet lang. Maar ik ben wel tevreden dat ik toch een seizoen zo heb mogen afsluiten. Ja. Vond je ervan van vandaag? Ik vond dat wij toch wel niet minder deden bij tegenover Twente. Ik vond dat wij gewoon goed voetbalden. We kregen best wel redelijk kansjes. De keeper pakte een paar goede ballen van Jesper en van Mustafa, die kopbal. En Twente scoort wel twee doelpunten. Ja, eentje via Derro volgens mij, maar ja, dat is heel jammer. Maar je ziet gewoon dat wij gewoon tegen Twente ook wel kunnen voetballen. Tenessas Karagounis, your first goal for PEC Zwolle. Are you happy? Yeah, I'm happy because we managed to take a point for this last match. I'm happy that the team is healthy, all the players are healthy. And I'm happy also for my first goal, but in the moment I was angry for myself because it's only one goal. I wanted more goals this year, but we continue to next year. Is that the reason why you didn't celebrate your goal? Yeah, I was most of the part like angry for myself, but I'm healthy. I thank God for this, and I wish next year for PEC Zwolle the first to get more points and for me to score more goals. Je scoorde de 1-1, gelijk daarna valt de 2-1 van Twente. Was het even een teleurstelling? Ja, zeker weten, omdat hoe het valt is ook niet echt prettig. Omdat je dan uit de klusbalbal gaat naar de corner, ja, zeg maar zo uit. Hij speelt hem terug en kopt hem erin. Ja, dat is gewoon echt vervelend. Vooral als je ziet gewoon hoe wij geknokt hadden om die 1-1 te maken. En dan krijg je gelijk na 1 minuut later een doelpunt tegen je. We couldn't... We tried, but we couldn't. And we were happy that we scored 1-1. And then we were concentrated to score one more goal, but we didn't manage. So we scored in the last minutes, 2-2. Je ziet dat wij gewoon spelers hebben, ook om te counteren als het moet. Omdat wij op een gegeven moment gingen ze heel veel druk naar voren zetten. Wij kwamen niet op tot ons spel en we gingen meer naar achteren. Ja, als je bal verovert, ja, zijn wij zo gevaarlijk. Omdat we ook met spitsen en ook met de buitenspelers ook gewoon heel veel snelheid hebben. En ja, dat Virgil hem gewoon zo afmaken is gewoon uitstekend. I'm happy that we got the result we wanted. Tweede is a very good team. We finished third, I think. But we continue. I'm happy. We took the point. We finished 11th. And we continue. Twee weken trainen, twee oefenwedstrijdjes, dan vakantie. Heb je daar zin in? Kijk je er naar uit? Of denk je van het had nog wel wat langer mogen duren? Drie oefenwedstrijden. Nee, twee. Ongelukkig. Ik denk van kom op. We hebben een mooie seizoen gehad. Als het kan, zo snel mogelijk op vakantie en lekker van genieten. En voor mij, ik ben sowieso iedereen heel veel geluk. Maar ik denk toch wel dat het goed komt met PEC Zwolle.